Goedemiddag broeders en zusters, gasten in ons midden. Ik groet jullie alle in Jezus' wonderbare naam. Ik wil je met jullie gaan naar Jeremia 10. Jeremia 10. En wat centraal staat deze preek, is de, is de tekst... Steun op uw eigen inzichten niet... Steun op uw eigen inzichten niet. Tekst uit Spreuken. Jeremia 10, vanaf vers 1. Hoor het woord dat de Heerde tot u spreekt, huis van Israël. Zo zegt de Heerde, u mag de weg van de heidenvolken niet aanleren en u niet ontstellen door de tekenen aan de hemel omdat de heidevolken zich daardoor ontstellen. Want de gebruiken van die heidevolken zijn onzinnig. Het is immers een stuk hout en iemand heeft het uit het bos gekapt. Een vakwerk met de bel. Met zilver en met goud maken ze het mooi. Met spijkers en met hamers zetten ze het vast, zodat het niet kan wiebelen. Ze zijn als een vogelverschrikker op een komkommerveld. Want spreken kunnen zij niet en ze moeten helemaal gedragen worden, want ze kunnen geen stap verzetten. Wees niet bevreesd voor hen, want kwaad kunnen zij niet doen, maar ook goed doen is er bij hen niet bij. Niemand, Heeren, is u gelijk. Groot bent u en groot is uw naam in sterkte. Wie zou u niet vrezen, koning van de heidenvolken? Want dat komt u toe. Immers, onder al de wijzen van de heidenvolken en in heel hun koninkrijk is niemand u gelijk. In één ding zijn zij toch dom en dwaas. Onderwijs in onzinnigheid. Hout is het. Geplet zilver wordt uit Tarsus gebracht. En goud uit eufas. Werk van een vakman en van handen van een edelsmid. Blauwpurper en roodpurper is hun gewaad. Alles is het werk van kundige mensen. De Heere God is echter waarheid. Hij is, le Hij is de levende God, een eeuwige koning. Voor zijn grote troon beeft de toren, beeft de aarde. De heidevolken kunnen zijn gramschap niet verdragen. Dit moet u tegen hen zeggen. De goden die in de hemel en de aarde niet gemaakt hebben, die zullen van de aarde en van onder deze hemel vergaan. Hij maakt de aarde door zijn kracht. Grondveste de wereld door zijn wijsheid. Hij heeft de hemel door zijn inzicht uitgespannen. Als hij zijn stem laat klinken, is er gedruis van wateren aan de hemel. Hij doet damp, dampen opstijgen van het einde van de aarde. Hij heeft bliksemflitsen bij de regen gemaakt. De wind brengt hij uit zijn schatkamers tevoorschijn. Ieder mens is dom geworden zonder kennis. Elke edelsmit is beschaamd over zijn beeld. Zijn gegoten beeld is immers bedrog. Er zit geen adem in. Nietig zijn zij, bespottelijk werk. Ten tijde van hun vergelding zullen zij vergaan. Maar het deel van Jacob is niet als zij, want hij. Is voor meerder van alles. En Israël is de stam die zijn eigendom is. Heren van de legermachten is zijn naam. Hier lezen we eigenlijk een uh, gedeelte van Jeremia, wat hij uh, spreekt tegen het volk Israël. Over de afgoden die ze navolgden. En wat het voor uh, zinloosheid was en wat dat eigenlijk nou was. In het perspectief naar God toe. En in heel de Bijbel zien we eigenlijk die afgodendienst. In het Oude Testament zien we dat uh, veelvuldig terugkomen: dat de Israëlieten terugkeren naar de afgoden. En ook nu in deze tijd zien we afgoden uh, in onze tijd. zien we afgoden functioneren, afgoden diensten. En in de tijd van Jeremia was dat hoofdzakelijk was dat de afgod Baal. En Baal betekent Heer, Heer. Van, van allerlei zaken. Heer van, van de paarden. Heer van de huizen. Heer van de natuur. Heer van de, van de machten en krachten in de lucht. Heer van de, van de menselijke driften. En Heer van de zon, maan en sterren. De seizoenen. En ik vroeg mezelf af: hoe is het mogelijk dat het volk Israël elke keer weer terugging naar al die afgoden? Naar al die baaloffers. Naar al die. Gebruiken, terwijl de Heere God zo duidelijk tegen hen zegt dat het verboden is, dat ze dat niet moeten doen. En dat de Heere God zo duidelijk ook met zijn volk is opgetrokken en heeft verlost uit Egypte. Waarom dan toch steeds die offers en dat dienen van de afgoden? En ik heb er een klein beetje in verdiept hoe dat, hoe dat toen de tijd aan toe ging. En wat me opviel, is eigenlijk het volgende: wat ik al net zei, de Baal, dat waren allemaal heren. En de, de Israëlieten die, die trokken vanuit Egypte en die waren een nomade, die leidden een nomade bestaan. Die trokken op met schapen en die hadden een kudde. En die kwamen in het beloofde land en dat land dat was uh, vruchtbaar. Dus de Israëlieten die, waren de, die moesten eigenlijk, in plaats van uh, uh, geiten en schapen moesten ze wijngaard en, en, uh, en uh, tarweoost, et cetera. Dus allemaal opbrengst vanuit het land. Daar waren ze van afhankelijk. En uh, nou ja, ze. Ze waren dus afhankelijk van, van elke invloed van de natuur, elke vorm van regen, of elke vorm van, van, van storm of van droogte, had een invloed op hun leven. Dat kon zelfs een hongersnood voor hen betekenen, of juist voorspoed. Dus ze waren enorm afhankelijk van de natuur. En hun, de volken die ze verdreven hadden uit het, volk, uit de, uit het land Israël, uit, de, uit het gebied wat ze ingenomen hadden, dat diende allemaal afgoden. En dat volgde de afgoden na... En uh, niet eens alle, uh, alle volken hadden ze verdreven uit het land Israël. Dus ze hadden gewoon nog mensen in hun omgeving die de afgoden dienden. En daarin geloofden als God van de natuur. Dus, uh, van, en dus de Israëlieten die waren eigenlijk, die zagen dat bij, de, bij, de, bij, de, bij hun voorgangers, bij de goden, die, bij de volken die al gewoond hadden in Israël. En die dachten van ja, wij zijn ook nu afhankelijk van het, van het weer en van de goden. En dat was eigenlijk. Uh, ...de manier wat, wat er in een hart voortkwam om, om die afgoders te dienen. En wat je ook al vaak terug ziet komen is dat... dat uh, wat, ...wat wij ook in onze tijd terug zien komen is dat we... ...dat, dat een bepaald vorm van, van uh, onzekerheid... ...dat we dat lastig vinden. En dat we het liefst zoveel mogelijk risico's willen uitsluiten. We willen liever niet afhankelijk zijn... Vastigheid hebben, verzekerd. En in de tijd van Jeremia zochten de Israëlieten hun vastigheid dus bij de Baal. Ze, ze, ze hoopten en ze, ze dachten dat de Baal de God was van de natuur en ze probeerden hem te pleasen, te dienen, zodat ze een, een, een verzekering hadden van een juiste inkomen, doordat het land uh, de, zijn opbrengst zal voortbrengen. Maar waarom gewoon niet de God van Abraham, Isaac en Jacob, die toch ook grote wonderen deed en het ook liet uh, regenen als het nodig was, zelfs met een vuurkolom, hun beschermde en water gaf op zijn tijd als ze dorst hadden, en eten en drinken? Waarom dan toch steeds weer terug naar de Baal? En dat zie je eigenlijk al bij de, bij de Sinaï. Als het volk Israël, als Mozes op naar de berg is gegaan om, om, uh, om de wet uh, in ontvangst te nemen, dan zien we dat het volk op een gegeven moment onrustig wordt en die wil graag een God hebben wat ze kunnen zien. Net zoals de omliggende volken. En ze vragen aan Aaron dat hij gouden kalveren maakt, zodat ze een God hebben die ze kunnen zien. Tastbaar. Een tastbare God. En je kon vanuit menselijk niveau met een menselijke. Beneden beredeneren kon je een soort van de Goden pleasen. Doordat je offers bracht en doordat je je goed gedroeg, kreeg je dan wat je graag wou. Dat was de gedachtegang en dat is een manier hoe wij als mensen graag denken. Voor wat hoort wat? En die offerdienst in het land Israël, dat ging soms zelfs tot het gruwelijke toe. En bij de Baal in, uh, in Jeremia wordt daar niet concreet over gesproken, maar ook had je de Moloch, waarin de kinderoffers werden gebracht om de Goden gunstig te stemmen. Om de Goden te pleasen. Allemaal vanuit menselijk perspectief. En ook was er bij de Baal, en ook wel in de tijd van Jeremia, wat je terug kan vinden dat daar tempelprostitutie was. En voor de Heer van de vruchtbaarheid. De, de Baal van de vruchtbaarheid. En dat was de, de Heer, de baal van de, de vruchtbaarheid, maar ook van de natuurlijke krachten. De, de menselijke driften. Daarmee werd het eigenlijk gevierd. Of werd dat die, die prostitutie toegestaan, of werd dat uh, gepraktiseerd om, om, om die God te pleasen, om die God ook tevreden te stellen. Zodat het land vruchtbaar zal zijn en dat de vrouwen vruchtbaar zal zijn, et cetera. En al die afgodedienst. Die sloopt eigenlijk. Naadloos aan op alle menselijke begeertes. En het menselijk denken. Lekker laagdrempelig. Het is goed voor jezelf, even een momentje van jezelf. Het accepteren en ervaren van de natuurlijke krachten en driften van de mens. En vaak ook, wat je ook ziet later, zelfs bij de Efeziërs, zie je dat terugkomen: dat het een massaal. En een massale stroom is, van allemaal mensen die massaal de afgoden achterna gaan... en dat je dan lekker makkelijk mee kan gaan, de afgoden achterna. En misschien als ik dit zo opsom, hoe dat functioneerde in de tijd van Jeremia, de afgoden... en ook later in het Nieuwe Testament, dus bij de Efesius, maar dat, dat, uh, dat je bepaalde dingen herkent, van hoe dat nu functioneert... waar we nu in deze tijd mee te dealen hebben aan afgoden... aan letterlijke afgoden, of aan afgoden in ons leven, in ons hart... Ik ben niet van plan om vanmiddag de afgoden die er in de wereld actief zijn, om die aan de kaak te voelen. Ik denk dat we daar met de hulp van de Heer allemaal wel een helder zicht op hebben. Maar wat ik wel wat we aansprak in dit gedeelte, is eigenlijk een, een houding wat er bij ons zo snel insluipt. Wat de Israëlieten dus in de tijd van Jeremia ook graag zouden hebben. Die verzekering van een vast inkomen, die verzekering dat, dat het goed met hen zou gaan. En sluit een soort houding in ons eigen leven van het vasthouden van de dingen om ons heen. Het vasthouden en het vertrouwen op hetgeen wat, kan, wat vergaat. En misschien het idee om afhankelijk te zijn in praktische zaken, dat maakt ons al een beetje kriebelig. Als we denken dat we, afhankelijk zijn van onze, dat we afhankelijk zijn van financiën, als we dat zouden moeten missen. Of ons werk, ons huis, eten en drinken. Misschien heel praktisch het vervoer, als we dat niet zouden hebben. Dat, dat past niet bij onze, bij onze cultuur. Bij onze cultuur van welga, welvaart. Afhankelijkheid is iets wat we niet echt kennen in het praktische. Misschien hebben we het door de genade van de Heer in het geestelijke wel geleerd. Maar in het praktische is het vaak nog dat we, onze eigen, dat we het zelf wel goed redden. Welvaart. We werken met verzekeringen, risico's die sluiten we uit. En als we, als we iets bedacht hebben, hoe we het gaan uitvoeren, zo moet het ook gaan gebeuren. En als het dan tegen zit, dan zijn we er niet van gediend. We bouwen overal een soort van reserves op. Stel dat er wat fout gaat, dan, we toch, dan zitten we toch niet zonder. En houden het een en ander achter de hand. Allemaal menselijke veiligheid, bepaalde reserves. Waar we constant rekening mee houden voor onze eigen veiligheid, onze eigen bescherming. Ik wijs niet met de vinger, ik wil niet met de vinger wijzen vanmiddag, maar ik wil graag iets meegeven om over na te denken. Hoe ga jij hiermee om? Waar is jouw vertrouwen in de grote God van hemel en aarde? Of spijker je misschien zelf liever alle praktische gaten die er kunnen ontstaan helemaal dicht met alle reserves die je hebt en kan bedenken? De Israëlieten die vertrouwden op iets tastbaars, op hout en steen, zoals we lezen. Op hun eigen menselijk beredeneren. Maar dat kon hen niet verlossen. Vertrouw jij misschien op de dingen die tastbaar voor je zijn, of op je eigen intellect? Je bezit, je spullen, je huis of je auto. Of misschien wel je geld. De lage vaste lasten waar je voor wil gaan. of de afbetaling van je hypotheek. waar je waarde aan hecht. Ik zeg niet dat het fout is. maar laten deze zaken geen afgod voor je zijn. Iets waar je voortdurend mee bezig bent. kan zijn. de vastigheid. laat dat geen afgod voor je zijn. Maar laat God jouw vastigheid zijn. En buiten de afgodendienst. Hadden de Israeliten ook wel gewoon vertrouwen in de tempel, in de tempel van God en de erediensten? Die woonden ze gewoon bij. Eigenlijk van beide kanten deden ze wat. Ze wouwen en de Baal dienen, in het hoop en, en geloof dat hij dan wel de vruchtbaarheid zal bewerken, en de God van de Bijbel, want ze wouwen toch ook niet dat hij zich tegen hen zou keren. Alsof een religieuze traditie alleen zou volstaan. Om de gemeenschap en de genade van de Heer te ontvangen. Maar het tegenovergestelde is waar. Afgoderij ziet God als hoererij. En als we hoererij bedrijven, wat we dus zien in het volk Israël, dan, dan verdwijnt zijn zegen. En zijn hand keert zich tegen ons. En dat zie je dus constant gebeuren in heel de geschiedenis van de Israëlieten. Constant bij al die profeten, Jeremia, Hosea en al die andere profeten. Dat je ziet dat als de Israëlieten zich keren naar de afgoden, dat daar vloek op volgt. Dat de vijanden binnenvallen en alles roven en plunderen. Dus dat het direct een handeling, handels, handeling is vanaf God vandaan om in te grijpen van de hoererij van de Israëlieten. Maar hoe is dat voor ons? Hoe steunen wij op onze aardse zaken? Wat, voor, wat betekenen ze voor ons? Wat is onze houvast in deze wereld? Of doen we mee met de uiterlijke gebruiken van het geloof? En met de Bijbelstudies en met de bidstonden? Maar in ons hart houden we vast aan ons eigen portemonnee of aan onze eigen vastigheid. Zal dan de volle zegen van de Heer daarin meekomen? En wat me eigenlijk trof, wat ik eigenlijk nog een keer wil aanhalen: van dat voorbeeld wat de Israëlieten deden. Ze deden eigenlijk van twee balletjes: van de Baal en van God deden ze. Maar in feite kregen ze daardoor niets. Want van de Baal ontvingen ze niks, want dat is een dode God, lezen we in Jeremia. En van God kregen ze niets, omdat ze hoererij bedreven, kwam de vloek tegen hun. Dus in plaats van dat ze voorspoed kregen ontvingen, ontvingen ze de hand van God, de vloek van God tegen hun. En dat vond ik treffend om te zien, dat door menselijk beredeneren en onze eigen gedachten navolgen, dat je, dat je dan denkt van, nou we kunnen dat zelf oplossen, dat je daardoor eigenlijk weerstand van God tegen je krijgt. En laat daarom in zekere zin het voorbeeld van Israël een waarschuwing voor ons zijn, van hoe gaan wij om met onze vastigheid. En toen ik dit aan het voorbereiden was, ik had dit woord ontvangen. Ik dacht, heer, wat moet ik nou met dit woord? En ik snapte niet helemaal wat ik hiermee mocht, moest vertellen. mocht vertellen. En gistermorgen zat ik in de voorbereiding en in één keer kwam uh, Spreuken 3 vers 5 in mijn hart, de, 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 de tekst zelf. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzichten niet. Dus het is van, vanmiddag is het geen preek om ons te wijzen op de dingen die we fout doen. Of de afgoden waar we, waar, we ons, uh, waar we mee bezig zijn. Om, om te wijzen met de vinger. Ik geloof dat als je, als je afgoden in je hart hebt, dat de Heer je ervan overtuigt. En dat je bereid bent om, om dat op te ruimen. Maar waar ik, waar ik je op wil wijzen: dat we op de Heeren mogen vertrouwen met heel ons hart. En niet op onze eigen inzichten. Maar we kunnen de Heeren vertrouwen. En in dat licht. Van die vastigheid in de wereld zoeken, de vastigheid zoeken in de dingen om ons heen, wil ik met, je meegaan, met, met jullie meegaan naar Jeremia 10: om daar eens doorheen te gaan met het licht van dat we zien dat eigenlijk vastigheid in de wereld zoeken, dat dat afgodendienst is. Laten we beginnen in vers 3. En kijk eens hoe Jeremia spreekt over de afgodedienst die daar functioneerde. Want de gebruiken van de volken zijn onz onzinnig. Het is immers een stuk hout. Iemand heeft het uit het bos gekapt. Het stelt niets voor. Hij doet er eigenlijk, hij, hij ontrafelt heel dat grote godsbeeld wat ze hadden. Ontrafelt hij. Het is gewoon een stuk hout. Gekapt uit het bos. Vakwerk met een bel. En met zilver en goud maken ze het mooi. En met spijkers en hamers zetten het vast. Vervolgens doet hij er een beetje belachelijk over. Het stelt helemaal niks voor. Als, ze, als het niet vast timmeren, dan, dan valt het gewoon om. Met spijkers en hamers zetten ze het vast, zodat het niet kan wiebelen. Zo schildert hij die grote godheid van toen de tijd schildert hij af hoe, hoe klein, en klein het is in de ogen van God, maar ook in de ogen van ja, wat stelt het voor ons voor? Vers 5. ze zijn als een vogelverschrikker op een komkommerveld, want spreken kunnen zij niet. Ze moeten helemaal gedragen worden. Want ze kunnen geen stap verzetten. Ze kunnen zichzelf ineens voortbewegen. Dus wat stelt het voor? Wat stelt het voor ons voor? De vastigheid die we in ons leven willen vasthouden. Wat stelt dat voor? Het is niks waard. Wees niet bevreesd voor hen. Voor die afgoden niet. Want, het kwaad, want kwaad kunnen zij niet doen. Maar ook goed doen is er bij hen niet bij. En wees niet bevreesd voor hen. In 1 Korinthe 8 vers 4 dan staat er ook iets over de afgodendienst. 1 Korinthe 8 vers 4. In dit gedeelte gaat het over de context over het eten van afgodenoffers, maar waarin ook dus concreet afgoden wordt aangehaald. 1 Korinthe 8 vers 4, want wat dus het eten van afgodenoffers betreft, wij weten dit is waar het over gaat. Wij weten dat een afgod niets is in de wereld. En let op, dit heeft, uh, Corinthe is dus gewoon een brief uit het Nieuwe Testament. Wat gewoon concreet geldt voor ons, nu op dit moment. Wij weten dat een afgod, afgod niets is in de wereld en dat er geen andere God is dan één. Want al zijn er ook in de die Goden genoemd worden, het zij in de hemel, het zij op de aarde, zoals er vele Goden en vele Heren zijn, toch is er maar één God. Er is maar één God. De Vader, uit wie alle dingen zijn, en wij voor Hem. En één Heer Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem. En vers 6 wil ik nog heel even naar kijken met jullie. Dus er is maar één God, één God van de hemel en de aarde, onze God, onze Vader. En wij zijn, voor wie alle dingen zijn, en wij zijn voor Hem, wij behoren Hem toe. Wij zijn voor Hem, voor God de Vader. En er is één Heer Jezus Christus, de Zoon van, van de levende God, door wie alle dingen zijn. Door Zijn offer is dat tot stand gekomen. Door wie alle dingen zijn. En wij, door Hem, wij zijn door Jezus, kind van de Vader. Wij zijn door Jezus en wij leven voor God de Vader. Dus ook al worden we verleid in ons, in ons dagelijks leven met. Het vasthouden van een afgod, het vasthouden van vastigheid wat niet van de Heer is. Laat je dan vermanen door dit gedeelte in Korinthe dat er maar één God is en wij leven voor Hem. Hij leeft voor ons. De wereld, de mensheid wil misschien steunen, stabiliteit, vastigheid en zekerheid. Een goede oogst of een goed jaar omzet. Dingen waar we ons op willen richten. De wereld, de mensen in de wereld. Maar er is maar één God. Er is maar één God waar wij op mogen richten. Vers 6 en 7, Jeremia 10. Niemand, Heere, is U gelijk. Groot bent U en groot is Uw naam in sterkte. Wie zou u niet vrezen, koning van de heidenvolken? Want dat komt u toe, immers onder al de wijzen van de heidenvolken. Onder al de wijzen wijze van de heidenvolken en, er, en in heel hun koninkrijk is niemand u gelijk. Groot bent u, machtig is uw naam, de Yahweh, de grote koning, de heer der heren. Dat is onze God, dat is onze Vader, de Almachtige, degene die alles geschapen heeft, wat we dadelijk ook weer gaan lezen in het verder van dit gedeelte. Wie zou u niet vrezen? Koning van de heidenvolken, ook al beseffen de heidenvolken het niet, ook al beseft de wereld het niet, ook al beseft een groot gedeelte van de oude kerk het niet. Maar hij is koning over hen. Immers onder al de wijze van de heidenvolken en in heel hun koninkrijk is niemand u gelijk. De God de Vader heeft een ieder gemaakt en weet van een ieder af. Hij is Heer en Hij is koning over alles wat leeft. En over, hij staat ver boven al onze vastigheid, die we willen, aan de hand willen houden. Vers 8 en 9. In één ding zijn zij toch dom en dwaas: onderwijs in onzinnigheid. houdt is het. Dus in één ding zijn, de, zijn de, degenen die afgoden vasthouden: die zijn dom en dwaas. Het is onderwijs in onzinnigheid. Hout is het. Het is geplet zilver. Het komt, wordt uit tasses gebracht en goud uit eufas werk van een vakman en van handen van een edelsmid. Blauwpurper en roodpurper is hun gewaad. Alles is het werk van kundige mensen. Eigenlijk wat er al staat in het eerste gedeelte van Jeremia, dat het allemaal van mensen afhankelijk is. Het is gewoon hout, het is geplet zilver. Dom en dwaas om je hoop te stellen op iets wat mensen kunnen voortbrengen en je daar op je verwachting te stellen vers 10 maar de heren god is de waarheid god is de waarheid we kunnen iets voor ons afschilderen een soort silhouet wat groot is voor ons onze afbetaling van onze hypotheek waar we steeds voor willen gaan en dat we denken als dat klaar is als dat afgelost is dan hebben we het voor elkaar we kunnen iets groots voor ons maken een werk van een vakman kan het zijn onze eigen bedenksels we kleden het mooi aan maar wat is de waarheid god is de waarheid vers 10 hij is de levende god en de eeuwige koning voor zijn toren beeft de aarde en de heidevolken kunnen zijn gramschap niet verdragen. Als je dit zo ziet, eigenlijk onze vastigheid en het perspectief van God, hoe groot Hij is. Laat dat tot je doordringen. Hij blijft voor eeuwig. En wie Hem niet kennen, zullen voor eeuwig vergaan. Vers 11: Dit moet u tegen hen zeggen. Tegen de mensen die afgoden achterna gaan. De goden die in de hemel en de aarde niet gemaakt hebben, die zullen van de aarde en van onder de hemel vergaan. Al de dingen waar wij ons aan vast kunnen klampen, ook daar in hun tijd was de Babel was allemaal tijdelijk. Het zal allemaal vergaan. Het stelt niets voor. Vers 12. Hij maakte de aarde door zijn kracht. Hier zien we de heerlijkheid en de grootheid van God weer afgeschilderd als de grote Jahweh. Hij maakte de aarde door zijn kracht. Hij grondvestte de wereld door zijn wijsheid. En laat het tot je doordringen wat hier staat. Hij heeft de hemel door zijn inzicht uitgespannen. Heel dat scheppingsverhaal wordt hier aangehaald: hoe groot hij is, zijn heerlijkheid, zijn wijsheid. Als hij zijn stem laat klinken, is er gedruis van water aan de hemel. Hij doet dampen opstijgen aan het einde van de aarde. Hij heeft bliksemflitsen bij de regen gemaakt. En de wind brengt hij uit zijn schatkamers tevoorschijn. Dat zijn dingen als wij ons, als we daar wij over nadenken. Dan, dan is dat zo groot voor ons. Dan duizelt het misschien van: dat heb hij gemaakt. Dat is het werk van zijn handen. Dat is de grote koning. Dat is onze vader. Dat is degene die voor ons zorgt. Dat is degene die wij kunnen vertrouwen. Hij zorgt voor ons. En in het licht van zijn grootheid gaan we pas zien hoe relatief. Onze eigen vastigheid is, hoe relatief onze eigen bedenksels zijn. Hij is zo groot, Hij is zo heerlijk. Hij is ver boven alles wat wij ons kunnen beseffen, wat wij hier nu lezen en de mate in hoeverre het nu doordringt tot ons binnenste, nog veel groter is Hij. Niet te beseffen. En daarom wil ik je van harte aanbevelen om die grote God volledig te vertrouwen en je te reinigen van de afgoden. En wat ik net al zei, ik geloof dat als er afgoden zijn in je leven die je koestert, dat de Heer je daar zeker, na oprecht gebed, dat zal laten zien. Ze zaken zijn die je in je hart misschien nog ergens onbewust waarde aan hecht, van, ja, ik, dit moet ik bereiken, dit, dit betekent heel veel voor me. Vraag het eens aan de Heer. En laat hem jou ervan verlossen. Zodat je die volle zegen van God volledig door kan dringen in heel je leven. En dat er niet misschien een gedeelte van Gods hand tegen je is. Vertrouw op Hem. Vers 14: En daar staat: Ieder mens is dom geworden, zonder kennis. Elke edelsmid is beschaamd over zijn beeld. Zijn gegoten beeld is immers bedrog. Er zit in hem geen adem. Ik heb dat opgezocht in de andere vertaling. Daarna de vertaling zegt: Verstomd staat dan elk mens. Hij weet eigenlijk niets. Beschaamd is elke goudsmit voor zijn snijbeeld. Ja, een leugen is zijn gietwerk. Ze missen een geestesadem. En dat is wat er precies waar het om gaat: het verschil. Wij kunnen iets moois maken. En als het dan af is, dan, dan, dan stelt het uiteindelijk niks voor, want het leeft niet. God is degene. Die leeft. God is degene die leven kan blazen. Wat hij deed bij Adam, die hij maakte van stof en daar leven in blaasde. God is degene die waarlijk leeft, die de waarheid is, wat we net gelezen hebben. Hem kunnen we volledig vertrouwen. Hij is de grote koning. Hij zorgt voor ons. Vers 15. Nietig zijn zij, de dingen van onszelf, bespottelijk werk. Ten tijde van hun vergelding zullen zij vergaan. Dus alles wat wij opbouwen aan zekerheid en vastigheid voor onszelf, uit aardse goederen, uit aardse middelen, dat zal vergaan. Vers 16, maar het deel van Jacob is niet als zij, want hij is formeerder van alles en Israël is de stam die zijn eigendom is. Heren van de legermachten is zijn naam. Het deel van Jacob zal niet vergaan. Het deel wat bij God toebehoort zal niet vergaan. God is de vormeerder, de maker van alles. Heren van de legemachten is Zijn naam. Heren van de legemachten is Zijn naam. De God die miljoenen engelen ter beschik beschikking heeft. De God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De God die zegt dat Hij van ons houdt, dat Hij ons bemint. De God die zegt. Wie, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Allemaal van die heerlijke dingen die we in onze gedachten kunnen halen, wat Hij voor ons is. Laten we Hem vertrouwen, laten we dat concreet meegeven. En dat wil ik jullie meegeven, ook het nieuwe jaar in. Spreuken 3, vers 5: Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzichten niet. Vertrouw op Hem, Hij zorgt voor ons. Ik wil een gedeelte voorlezen uit Matthäus 6. Matthäus 6 vanaf vers 19. Misschien is het goed om er even bij te zoeken, want het is een heel mooi stuk. Matthäus 6 vanaf vers 19. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roes ze verdelven en waar dieven. Inbrekers, inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft. En waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Horen we dat? Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Waar zijn we op gericht? Zijn we gericht op onze, op onze portemonnee? Daar zal ook je hart zijn. Of zijn we gericht op de levende God? Daar zal onze hart zijn. Daar zal ons hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan het oog oprecht is, zal, ook, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Het heeft invloed, die kleine handelswijze waar we op gericht zijn, waar kijken we naar, ons oog, ons hart. Als we gericht zijn op de levende God, zal heel ons leven, heel ons lichaam leven zijn voor Jezus. Maar als we gericht zijn op het aardse, dan zal heel ons leven hier verblind zijn, duister zijn. Als het licht dat in u is duister is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen. Weer een scherpe zin. Niemand kan twee heren dienen. We kunnen wel zeggen van ja, ik ben een volgeling van Jezus. Maar ik vertrouw ook wel dat ik mijn eigen, mijn eigen boontjes moet op. En dat ik dat volledig vasthoud in mijn hand. En als er ergens wat misgaat, dan regel ik wel even dat het wel weer goed komt. Niemand kan twee heren dienen. Vertrouw Jezus volledig in alles wat je hebt. Want hij zal... Want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon, u kunt niet God dienen en de Baal. Daarom zeg ik u Wees niet bezorgd over uw leven, want wij behoren God toe. God is onze Heer, Hij is onze koning en wij kunnen Hem vertrouwen. Daarom zeg ik, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult, is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en ze verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. En u gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één l aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u, dat zal Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer bekleden, bekle kleingelovigen. Wees daarom niet bezorgd. En zeg niet, wat zullen wij eten? Of wat zullen wij drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen, degene die de baal achterna gaan. Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. En dan een mooie vers, vers 33. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Halleluja. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En dat wil ik jullie meegeven, ook 2019 in. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God. Besteed tijd met Hem. Heb stille tijd. Bid op je knieën, voor, al is het dat je gewoon je hart uitspreekt naar Hem. Heer, hier ben ik. Voordat je gaat slapen, als je smorgens wakker wordt. Heer, hier ben ik dat je je verlangens bij hem bekend maakt. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen, al de aardse dingen die wij nodig hebben. Die weet God al wat wij nodig hebben. Dat weten we allemaal. Die zullen ons daarbij gegeven worden. Het zal ons gegeven worden. Dus vertrouw daarom onze hemelse Vader, onze Heer, onze Koning. Vertrouw op de Heer met heel je hart. En steun op je eigen inzichten niet. Vertrouw op hem. Amen.